in de tweede klas, ik weet het nog, toen zei een vriendje tegen me, ik weet waar het centrum van het heelal is. En toen stonden we buiten een prachtige sterrenhemel boven ons, geruis van wat krekels en in de verte een dorpje met wat lichtjes, onvergetelijk. Toen wees mijn vriend op een klein hoopje sterren. Hij zei, kijk, dat is nou het centrum van het heelal. Hij had geen gelijk hoor, dat blijkt achteraf, maar ik zal die avond nooit vergeten. Ik ben als student begonnen vlak voor de oorlog in 1939. Ik kon in de oorlog als onderduiker toch mijn studie proberen af te maken en heb mijn examens direct na de oorlog gedaan. In de jaren 50 was mijn onderzoek gericht op het waarnemen van het spectrum van de zon in het licht van de waterstoflijnen. En dat leidde tot een model, gegevens over de structuur, het diepteverloop van de temperatuur en de dichtheid in de zon. Dat was voor die tijd onbekend. Maar langzamerhand realiseerde ik me dat de explosieve verschijnselen op de zon eigenlijk nog veel interessanter zijn. En die kon ik onderzoeken met behulp van de methode van het ruimteonderzoek. Ik kreeg in 1961 de gelegenheid en de middelen om een laboratorium voor ruimteonderzoek te stichten, wat toen een nieuw vak was. Dat werd een goed lopend laboratorium, waar na een jaar of 10 een 100-tal mensen aan werkten. Een van de dingen waarin ons laboratorium jarenlang het enige laboratorium ter wereld was, was het ontwikkelen van hele fijne tralies voor het breken van het licht van röntgenstraling. Verder hebben we een spectrograaf kunnen ontwikkelen, de eerste ter wereld, waarmee we de ultraviolet spectra van sterren konden waarnemen. En we hebben instrumenten ontwikkeld om uitbarstingen van de zon te onderzoeken. En die hebben ons weer geleerd hoe die uitbarstingen tot stand komen, wat er aan vooraf gaat en waardoor ze zo verschrikkelijk intens kunnen zijn. Het was een ongelooflijk fascinerende periode, dat opbouwen van het ruimteonderzoek. Ik ben nu bezig met het onderzoek van het verband tussen de zonne-explosies, de zonnevlammen, zonneuitbarstingen, zonnevlekken, alles wat er veranderlijk is op de zon en het klimaat op aarde. We hebben een paar prachtige dagen gehad. Die conferentie was subliem, subliem. Al die hele jonge garde van aanstormend talent die daar schitterende verhalen vertelden. Dan denk je, wat gaan we de goede tijd tegemoet?